Goedendag allemaal. Het is vandaag zondag 6 januari en het is nog steeds zacht weer. Het is nog steeds geen winter. En ja, wij genieten daarvan. Laat die winter maar een tijdje wegblijven. Waar we ons nou op moeten concentreren is natuurlijk veel meer dat de kop van het jaar is eraf. En als je de kop eraf hebt, dan ben je begonnen. En nou, vol goede moed gaan we aan dit nieuwe jaar beginnen. En hoe doen we dat? Welke kant zullen we opgaan? Wel, wat zullen we ervan kunnen verwachten en wat zullen we er plezier aan beleven? Hè? Boeren en tuinders, we gaan weer de ploeg in de grond zetten en we gaan weer aan de slag. En dat is ook wat we moeten doen, want als we dat niet doen, dan komen we niet vooruit. En we willen allemaal gewoon weer een goed jaar ervan maken, vol goede moed. En we willen dat we als boeren en tuinders weer goed in de maatschappij komen te staan en dat we weer worden gewaardeerd op hetgeen wat we doen. De boerenvoormannen die geven daar eigenlijk ook wel een klein beetje natuurlijk een zetje aan. En nou, die Huibers van de ZLTO, dat is de voorzitter, die is behoorlijk op het schild geheven. Want met een soort van onderzoek van wie nou de meest belangrijke mensen zijn in de agrarische sector, zou vorig jaar, dus 2012, voor de eerste keer de praktijkmensen zouden de winnaars zijn. En vooral die Huibers, die staan natuurlijk helemaal bovenaan. Goeie vent, veehouder, hè, man in de praktijk, staan met allebei zijn schoenen en zijn salaire, zullen we maar zeggen, in de modder en in de koeienstront. En af en toe dan trekt hij een mooi pak aan en gaat hij vergaderen en zit hij met zijn reet op een stoel. Allemaal onze belangen te waardigen. Goeie vent. Je moet het maar willen, hè, want ja, je doet het over het algemeen nooit goed. Maar hij had een interview gegeven. Onlangs hebben we dat toevallig onder ogen gekregen in het Agrarisch Dagblad. En het ging erom dat hij zegt, ja, wij moeten natuurlijk als boerenstand, als agrarische ondernemers, moeten we niet uitgaan van macht. Want macht, dat klinkt niet goed. Hebben we macht? Nee, zegt hij, we moeten uitgaan van onze kracht. Ja, daar hebben we eens even over nagedacht, want macht en kracht, dat ligt natuurlijk vrij dicht tegen elkaar aan. Degene die macht heeft, die heeft dikwijls het tij ook kracht. Maar degene die kracht heeft, die heeft ook macht. Ja, dan weten we ook niet wat we nou het eerste moeten nemen. Of het nou macht is of kracht. We kennen wel het woord domme kracht. Nou, daar hebben we niet veel aan, want de domme kracht in de landbouw, dat zijn we natuurlijk toch misschien lange tijd wel, zijn we daarvoor aangezien, maar dat zijn we nooit. Maar macht en kracht, ja, liggen dicht bij elkaar. En dan kunnen we natuurlijk een mooi woord geven. Kunnen natuurlijk zeggen, ja, wij willen geen macht, maar we willen uitgaan van onze kracht. Nou, prima, want we hebben ook een ontzettende flinke kracht. De agrarische sector is sterk. Ja, niet in aantal, want dat neemt natuurlijk af. Want degenen die macht hebben, die hebben dikwijls ook een groot aantal achter zich staan. En dat is nou net in de agrarische sector natuurlijk. Nemen we, als we het goed hebben gehoord, per dag stoppen er ongeveer 5 boeren of per week, dan mogen we kwijt zijn. Dan moeten we natuurlijk niet denken dat dat boeren zijn, dat dat de grootste boeren zijn die stoppen. Dat is helemaal niet zo. Maar het aantal, dat neemt natuurlijk af. Ja, en als je, we zeggen wel eens wie niet sterk is, en dan gaan we, krijgen we het over kracht en macht. Wie niet sterk is, die moet slim zijn. Hè? Ja, en wie niet sterk is, die moet slim zijn. Zijn wij slim en zijn we sterk of zijn we machtig, zijn we krachtig? Zijn we machtig en krachtig? Ja, dat kan allebei natuurlijk. Machtig en krachtig. Dat willen we eigenlijk liever horen. Want we moeten toch onszelf profileren als een groep mensen, ja, die het beste voor heeft met iedereen, maar die ook niet over zich heen wil laten lopen. En dan krijg je natuurlijk geleidelijk aan, zijn er andere krachten die ons proberen aan te vallen op onze werkwijze. En een van die krachten, een van die groeperingen, en we noemen het nog maar eens, dat is die wakkerdiergroep. Die meneer Van der Wouw. We hebben onlangs nog een prachtig artikel gelezen. Een heerlijk goed artikel, want we waarderen natuurlijk Van der Wouw op zich wel. Want kijk, hij werkt voor een goede zaak. Hij gelooft in de zaak. Hij is een soort moela. Hij is een soort, ja, laten we zeggen, profeet. Die strijdt voor een rechtvaardig beleid in de dierhouderij. Die voor de dieren opkomt. En dat is een goed recht. Dat mag, dat mag. En hij is nu bezig om die campagne te voeren tegen de vleeskuikens. De vleeskuikens, hij wil dat zo, dat woord wil hij niet in zijn mond nemen. En hij heeft natuurlijk heel slim bedacht, dat woord plofkuiken. We kennen het allemaal
plofkuiken, ja, plofkip, plofkip. Dat is een gevleugeld woord geworden, maar hij bestrijdt daar ook mee de supermarkten. Want hij draait het mooi om, Sjoerd van der Wal. Wat zegt hij? Ja, ik heb tegen die boeren heb ik niks. Nee, die boeren doen alleen maar hun best, die willen werken enzovoort enzovoort. Maar dat zijn die supermarkten. Die supermarkten die op een of andere manier proberen die consument over te halen door een goedkoop stukje kipvlees aan te bieden. En dat kan die alleen maar doen, kunnen die supermarkten alleen maar doen door die boeren onder druk te zetten en die boeren te dwingen zodanig te produceren dat we kip, kiloknallers van kip kunnen aanbieden voor prijzen die je bijna niet kunt geloven. Hij zegt, die boeren, ja, die kunnen er niks aan doen. Maar ja, let nou eens op, meneer Van der Wouw. Want als natuurlijk die supermarkten, en die zijn krachtig en machtig, allebei, meneer Huibers, kan er niks aan doen. Die twee, als die supermarkten onder druk worden gezet, die druk die zal zich voortzetten richting agrarische sector. Die supermarkten zetten de vleeskuikenhouders onder druk. En die zullen zeggen, ja, wij kunnen het ook niet helpen, maar jullie moeten anders gaan produceren. Niks op tegen, niks op tegen. Als het natuurlijk maar betaald wordt. En daar gaat het nou om. Is die consument nou bereid om in deze tijd, van ja, waarin toch de hand op de knip gehouden moet worden, is die nou bereid om op den duur meer te gaan betalen voor zijn kip? Zal die dan eerder kiezen voor zijn autoeken, hè, voor de benzine en de diesel die steeds duurder wordt? Of zal hij dan op den duur zeggen, laat dat vlees maar liggen, ik ga liever elke zondag met een auto met mijn gezin een toeren, dan dat ik elke dag dat dure vlees eet. En wat gebeurt er dan? Dan gaan de grenzen natuurlijk open voor andere producten, voor vleesproducten uit andere landen, waar die eisen niet zo streng zullen zijn. En dan komen die in de supermarkt op een of andere manier. Ja, machtig door krachtig. Hè? Hoe word je krachtig en hoe word je machtig? Kijk, als je er nou vanuit gaat, dat groepje van wakker dier. We lazen dat die maar met 7 of 9 personen zijn die dat hele clubje drijven. Ja, dan moet je toch eigenlijk wel een klein beetje bewondering voor ze hebben op het gebied van PR en public relations en het naar buiten treden en op het toneel komen. Want ja, wij zijn met zoveel meer in de agrarische sector. Maar wat doen wij eigenlijk daartegen? En op welke manier presenteren wij onszelf nou eens met een bepaald iets waarmee we aandacht trekken. Kijk, het woord plofkip is ook nog eens een keer uitgeroepen tot het woord van het jaar. En die van der Wouw is ook nog eens een keer uitgeroepen tot de communicatieman van het jaar. Nou, daar mag hij best trots op zijn, want dat haalde natuurlijk niet zomaar of wij het eens zijn met hem, dat is een ander geval natuurlijk. Dat kan u niet zeggen, maar ja, dat hij het gehaald heeft en dat hij op die manier naar buiten treedt en dat ze met 9 of 7 mensen lang wel even kwijt zijn, zulke invloed hebben in vergelijking met de agrarische sector die toch met zoveel meren is, maar daar toch weinig direct antwoord op heeft. Ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Hè? Je ziet het, dat een bepaalde macht en een lobby in een land op een zeker moment de agrarische sector in een hoek kunnen gaan drukken. We hebben het al eerder over gehad, neem nou de netzehouderij. Daar kun je ook over denken hoe je wilt en daar blijven we even buiten. Maar de manier waarop ze een florerende bedrijfstak de strop om de nek hebben gedaan en hebben gezegd, nou, je krijgt nog een aantal jaren en dan is het gebeurd, dan moet het afgelopen zijn met je bedrijf. Gezien maar hoe je het kwijtraakt, want je krijgt tijd genoeg om het te verkopen of af te bouwen. Van de overheid kun je geen cent verwachten, dus zie maar hoe je het redt. Tja, dat is een steek, een dolksteek in de rug. En wie zegt ons? Wie zegt ons? Dat straks hetzelfde niet gebeurt onder invloed van groeperingen, van moelas, hè? Zoals Van der Wouw, dat die straks met een kleine groepje de politiek zodanig weten te beïnvloeden, met gemanipuleerde beelden, zodat ze dat straks ook voor de vleeskuikenhouderij op gaan leggen. Dwingende maatregelen die er al genoeg zijn, maar er nog meer komen om een bedrijf, stak, die goed floreert, om zeep te helpen. Kijk, want al die reclame die ze nou maken over dat vleeskuiken, hè? Dat vleeskuiken dat ze bij wakker dier op een andere manier benoemen. Dan staat er een foto bij, ik weet niet of je het gezien hebt, van inderdaad een plofkip, als je hem zo wil noemen. Maar dat is geen plofkip, dat is gewoon een diertje dat ze er hebben uitgehaald uit al die duizenden uit zo'n stal.
die dan ongelukkig is terechtgekomen, die niet meer op zijn poten kan staan, dat enig fotoke wordt getoond. Ja, als je zo wil gemanipuleerd worden als consument, dan is dat een groot gevaar. Want wat Van der Wouw doet, dat kunnen politieke manipulators ook doen. Die kunnen jou beïnvloeden. En je moet zelf helder blijven denken. Consument, denk helder. En denk kritisch. En kijk door al die verhalen van zo'n wakker dier heen. Natuurlijk zijn er verbeteringen mogelijk. Dat spreekt vanzelf. Dat is altijd zo. Maar de manier waarop dat nu wordt bevochten, daarvan kun je zeggen, ja, macht en kracht. Wat gaan we ermee doen? Hè? Zij proberen dat nu zo te manipuleren en ze gaan gelijk krijgen. Want je ziet al dat de supermarkten geleidelijk aan beginnen te buigen en zich gaan voegen naar de eisen en de wensen van zo'n club met een paar mensen. Ja, het is niet anders. Hè? Maar goed, zo gaan we door en we moeten toch maar proberen dat we dat jaar doorkomen. Hè? Want wij hebben zelf natuurlijk toch ook macht. De macht van de agrarische sector, die is de kracht ook, hè? Wat maakt mij het uit? De kracht en de macht, die zijn ook groot. Hè? Wij leveren het voedsel en ja, dat zult er toch van alles voor nodig hebben. Als je geen lege volle maag meer hebt, dan ga je het zeer doen. En dan zullen we altijd accepteren dat die boerenstand ja, doet wat ze wil doen. Maar we moeten ons niet arrogant opstellen. Dat moeten we nooit doen. Wij willen best meedenken met de maatschappij. Dat is helemaal niet verkeerd. En als dat betaald wordt, waarom zouden we dat niet doen? Dat is geen enkel probleem. Dus we willen toch wel even afsluiten door te zeggen, ja, boerenstand, je bent net zoveel. Je bent net zoveel nog. Maar organiseer je eigen goed en zorg dat je goed aan de weg termt. Zorg dat je laat zien dat je er bent op een positieve manier. Geef een antwoord tegen zulke mensen als die mensen van Wakker Dier. Zorg dat je daar een tegenprestatie naar voren zet. Dat je laat zien dat het niet zo is zoals ze eigenlijk allemaal doen voorkomen. En haal niet alleen die negatieve beelden eruit. Kijk, als je met een camera rondloopt en je zoekt naar negativiteit, dan is dat niet moeilijk. Die kun je overal vinden. Als ik op het platteland loop en ik film een vervallen schuur en een vervallen huis en ik zeg dat het platteland aan het verpauperen is en ik doe dat 3 of 4 keer, die zijn niet moeilijk te vinden, dan heb ik ze. Dus daar moeten we mee oppassen. Kijk, je kunt natuurlijk van alles en nog wat manipuleren. Kijk, de veehouderij die staat nou helemaal op het ogenblik een klein beetje, ja, die staat echt in de wind. Hè. Dan moeten die mensen moeten oppassen, want ja, alles wordt onder een vergrootglas gelegd. Akkerbouw is er voorlopig even uit, hè. Die zat daar ook mee. Akkerbouw heeft ook heel wat te verduren gehad, laten we wel zeggen, over het zogenaamde gif, wat ze noemden. Hè. Dat was ook, waren ook milieuorganisaties die altijd maar zaten te hameren op die akkerbouw. Die het over gif, ze hadden het altijd over gif. Terwijl het eigenlijk gewasmedicijnen zijn. We hebben de gifpieper gekend, hè. Die is weg, de bindje. Albert Heijn wil hem niet meer. Flauwekul, prachtig aardappel. Maar daar zie je maar weer hoe die macht van die kleine groepen de kracht is om door te dringen tot de algehele opinie. En wij als agrarische sector, wij moeten dat ook zien te doen. We moeten krachtig naar voren komen. Krachtig. En als je krachtig bent, dan ben je tegelijkertijd, en ik kan het niet helpen, dan ben je natuurlijk ook machtig. Dus oké. Gelukkig, dat is het. En als je nou naar buiten kijkt, hè, 6 januari, de dagen beginnen nu al een klein beetje te lengen. Het is, je kunt al duidelijk zien, vooral als het wat helder is, dat is toch hoopgevend. Hè. Het nieuwe jaar gaat beginnen, het nieuwe boerenjaar gaat van start. Ik heb de eerste katjes al gezien van de Elzen. Ja, en de knoppen komen hier en daar al uit vanwege dit warme weer. We gaan gezellig beginnen aan 2013 en vanuit eigen kracht boerenstand, vergeet dat niet. En burger en consument, waardeer het. Want wees blij dat je voor zo weinig geld zo goedkoop en zo lekker kunt eten. Houdoe en tot volgende week.